Ik weet dat verschillende interventies die je kan doen, dat die een significante invloed uitoefenen op besluitvaardigheid in stress. Bijvoorbeeld zoiets heel simpels, wat voor heel veel mensen misschien moeilijk te begrijpen is in eerste instantie is. Als je in een stresssituatie bent en je moet een heel belangrijk besluit nemen en er is een dierbaar mens bij je, dan blijkt dat de stressreactie gedempt wordt en dat je een overzicht houdt over, je houdt een vogelvisie voor dat besluit.